Hey iedereen, ik ben net aangekomen in Brielle. Ik ga zo direct een clinic geven. En ik ben hier gekomen met mijn nieuwe auto. Ik heb sinds gisteren een leaseauto. Die zal ik straks even laten zien. Maar ik ga nu eerst naar binnen en de clinic geven. En ik heb er heel veel zin in. Verloren van Almere met 6-2. En heel veel wedstrijden waren wel close, maar toch net verloren, dus dat was wel jammer. Ik ga weer richting huis. Lekker eten op mijn schoot. Kan ik ons verlies even wegvreten. En ik heb geen tijd meer gehad om de auto te filmen. Dat doe ik morgenochtend even. Ik hoop dat we niet al te laat thuis zijn. Maar morgen moeten we ook weer competitie spelen tegen Roosteren. En dan thuis. Dus hopelijk kunnen we dan wel de dag afsluiten met winst.
Dus ik ga nu lekker eten en bij deze sluit ik de vlog van vandaag af. Doei! Goedemorgen. Ik ben net wakker. Ik ga nu eerst even een ontbijtje eten. En dan moet ik weer richting Amersfoort rijden voor de competitie. En dit is wat ik ga eten. Shoutout naar Molucan Island. Thanks voor jullie support. Dit is hun website. Ze hebben echt hele leuke kleren. Zoals deze trui bijvoorbeeld. En hij is echt super warm. En ik ga er nu ook even mee naar buiten. Dan kan ik de auto laten zien. Dus ik pak even de sleutels. Ja, dit is hem dan. Mijn Citroën C1. Het is een lease auto van Topsport Lease. En zij gaan dus samenwerken met Topsport Gelderland, waar ik stage loop. Dus het logo van Topsport Gelderland komt waarschijnlijk hiernaast te staan. Het is een nieuwe auto en 5 deurs. Hij ruikt ook nog helemaal nieuw. Maar ja, het is een leuke auto. Ik wil mijn website eigenlijk ook nog op de auto ergens plaatsen. Dus misschien hier aan de zijkant of aan de achterkant van de auto daar ergens. Maar ja, ik ben echt super blij dat ik niet meer afhankelijk ben van openbaar vervoer of mijn fiets of zo. Ik heb de laatste tijd echt veel gefietst. En op zich vind ik dat niet erg. Fietsen is wel, vind ik wel fijn. Zeker als het mooi weer is. Maar de laatste tijd regent het alleen maar. En is het koud en waait keihard. Dus dan is het toch wel fijn dat ik die auto heb. En dan kan ik weer op tijd en snel naar de trainingen. En toernooien en competitie. Dus dat is top. Hi, ik ben Romy en ik speel vandaag mee tegen Roosterse. Gail zit hier naast me, die is helaas nog geblesseerd. Ja, ik snap wat je bedoelt. Raar, hè? Ja, en je gaat ook naar jezelf kijken hoe je het doet of zo. En we gaan zo een teambespreking doen. Wat zeg je? Ja, half drie. 40 minuten. En ja. Jammer genoeg hebben we verloren vandaag van Roosteren met 5-3. Dat is echt zonde, want er waren weer een paar wedstrijden bij die echt 50-50 waren. Met 21-19 in de derde verliezen we dan. En ja, dat is gewoon zonde. Ik hoop echt dat ik snel hersteld ben van mijn blessure. Want dan kan ik mijn team weer komen versterken. En kan ik weer lekker trainen en zo. Ik word soms zo gek van die blessures. Het is alweer, even kijken, 11:15 geweest. Ik ben eigenlijk hartstikke moe, maar ik heb nu de hele tijd die filmpjes lopen editen voor de vlog. Het is best wel veel werk eigenlijk. Maar ik doe het graag, ik vind het leuk, maar ik ga nu echt slapen, want ik ben kapot. Het is een lang weekend geweest, hopelijk vonden jullie het leuk om een keertje te zien hoe mijn competitieweekenden eruit zien. En dat was het eigenlijk wel. Dus bedankt voor het kijken en hopelijk tot snel. Doei doei!